voor de vijfde maal Nederlands kampioen met Klaks Undercover. Een geweldige ovatie voor Edward Gal. Al voor de vijfde keer is Edward Gal Nederlands kampioen dressuur. En ook al heeft hij al veel titels behaald, trots. Dat blijft hij. Hartstikke trots. Vooral op mijn paarden, die hebben eigenlijk allemaal goed gelopen. Maar ik mocht er natuurlijk maar één in het kampioenschap rijden. Dat is op zich wel jammer, want ik had natuurlijk met Clocks Voice was ik in totaal ook tweede. Maar goed, ik moet kiezen. En Undercover gaat natuurlijk mee naar het EK. Dus ik denk, die moet nog een kieltje lopen. En dat is eigenlijk heel fijn gegaan. Het draaide dit weekend niet alleen om het Nederlands kampioenschap. Ook werd de selectie voor het EK in Denemarken door bondscoach Wim Ernes bekendgemaakt. Het bestaat uit Nederlands kampioen Edward Gal met Clocks Undercover. De jonge talent Danielle Heikoop met Kingsley Ciro. Als het goed gaat met Adelinde, ook Parsifal. Adelinde Cornelis met Parsifal. En als vierde combinatie Hans-Peter Minderhout met Clocks Romanoff. En als reserve? En als reserve Patrick van der Meer met Oezo. Parsifal en Adelinde, neem je daar een risico mee? Nou, op dit moment zou het een risico zijn als we niet nog een beslissingsmoment zouden hebben op 5 en 6 augustus bij ons afsluitende trainingskamp. En daar hebben we met Adelinde afgesproken dat we dan kijken of Parsifal fit to compete is, zoals dat zo mooi heet. En dan nemen we ook de beslissing en dan zou het kunnen betekenen dat als dat niet het geval zou zijn, wat we natuurlijk niet hopen, dan komt Oezo met Patrick van der Meer in het team. Nieuwkomer in de selectie is oud-Rabotalent Danielle Heikoop. Danielle heeft laten zien dat ze voor veel talent beschikt. Ook een aantal wedstrijden heel goed gereden heeft. Goed coachbaar is. Ook een goede wedstrijdmentaliteit laat zien. En ik wil haar eigenlijk zonder druk laten rijden in Herning. Dat ze haar jeugdige elan zoveel mogelijk laat zien. Want dat is altijd verfrissend en ik lever de meeste punten op. Je zit bij het team, hoe voel je je? Ja, ik besef het volgens mij nog niet helemaal. Ja, ik ben heel blij natuurlijk sowieso. Maar ik denk dat ik het nog even een beetje moet laten bezinken. Dat ik dan echt pas besef van, het EK komt eraan. Ja. Ik denk dat het een meest spannende strijd wordt ooit op het EK. Er zijn vier landen in mijn ogen die om de drie medailles gaan strijden. Dat is natuurlijk de Olympisch kampioen Engeland. Duitsland, de vaste waarde zou ik haar zeggen. Wij doen mee als we Parsifal fit kunnen krijgen. En ik denk dat thuisland Denemarken gaat toch mogelijk voor een verrassing zorgen.